Hoe zorgt nanotechnologie ervoor dat je sneller beter wordt? Dit is de Universiteit van Nederland. Nou, hier ziet u een poster van de film Fantastic Voyage uit 1966. Ziet er heel futuristisch uit. In deze film nam een groep wetenschappers samen met een piloot die een onderzeeër kon besturen. En een CIA-agent nam plaats in die onderzeeër. Het bijzondere aan die onderzeeër was dat hij tot 1 micrometer kon krimpen. Dat is 1000 nanometer. Nou, waarom is dat, was dat zo interessant? Nou, die onderzeeër die is in een patiënt ingespoten. De patiënt was een gerenommeerde wetenschapper en die had een bloedpropje in zijn hoofd. En de bedoeling was om met dat nano-onderzeeërtje dat bloedpropje te verwijderen. Nou, dit is natuurlijk onzin, science fiction. Het klinkt heel futuristisch, maar over het algemeen heeft het leken publiek wel een idee bij nanotechnologie dat kleine robotjes zijn die in het lichaam of ergens anders processen aansturen. Nou, het is niet heel raar, want in ons lichaam zit vol met nanodeeltjes. Onder andere exosomen, dat zijn kleine vesicles, kleine bolletjes. Die worden uitgescheiden door cellen en die worden ingezet door ons lichaam om communicatie tussen cellen te bewerkstelligen. Dat is geen nanotechnologie, want dat is lichaams-eigen, dat gebeurt in ons lichaam. Maar daar kunnen we wel mooi van afkijken. Wij kunnen eigenlijk de natuur plagiëren. Daar zijn we heel goed in als nanotechnologen. Om te kijken wat gebeurt er in het menselijk lichaam. Wat zijn er voor processen die plaatsvinden op nanoniveau. En hoe kunnen we die processen nadoen. Een heel goed voorbeeld is gentherapie. Waarbij virussen zijn ook eigenlijk kleine nanodeeltjes. Natuurlijke nanodeeltjes. En die worden ingezet om bijvoorbeeld ziekte te behandelen. Nou, in de materiaalkunde is nano om een hele andere reden interessant. In tegenstelling tot de gouden ring die u om uw ringvinger heeft, of in ieder geval een aantal van jullie om uw ringvinger heeft, heeft goud op nanoniveau heeft wel bijzondere eigenschappen. En dat zal ik even laten zien. Wat ziet u hier? Dat is de Lycurgusbeker, uit de Romeinse tijd, 400 na Christus. En wat je ziet, als er licht op de buitenkant van die beker schijnt, dan lijkt die groen. Als het licht nou aan de binnenkant van die beker schijnt, dan ziet hij er rood uit. En dit is dus antieke nanotechnologie uit de Romeinse tijd. En we weten nou waardoor dat wordt veroorzaakt. Namelijk in het glas van die Lycurgusbeker zitten kleine nanodeeltjes van goud en zilver. En dus door de mens gemaakte nanomaterialen dateren in ieder geval van rond de val van het Romeinse Rijk. Een ander bekend voorbeeld van antieke nanotechnologie is glas en lood. Glas en lood werd ook vervaardigd door ambachtslieden. Die hadden allerlei recepten om kleurtjes toe te voegen aan dat glas. Die incorporeerden lood, zilver, goud. En we weten nou ook dat die nanodeeltjes, dat glas nanodeeltjes bevat die kleuren veroorzaken in het licht. Dus in nanotechnologie kunnen we bepaalde eigenschappen realiseren die we op macroscopisch niveau, dus als we naar een stuk goud kijken, dan ziet dat eruit als goud. Maar als we dat nou heel klein maken, dan krijgen die materialen bepaalde eigenschappen die heel interessant zijn. Onder andere als kleurstoffen. Nou, nu weten we onder andere door geavanceerde microscopie dat het gaat om nanodeeltjes en of die materialen nanodeeltjes grootte hebben. En we kunnen nou heel precies met die materialen spelen om bepaalde eigenschappen te realiseren. Dat ga ik hier laten zien. Dit zijn materialen die ik heb gekregen van mijn collega Andries Meijerink. Dan moet het licht even dimmen. Dit flesje bevat quantum dot nanodeeltjes. Dat zijn halfgeleider nanodeeltjes. En als ik die voor een blacklight hou, dan zie je dat die heel mooi fluoresceren. En fluoresceren is het omzetten van licht naar een andere kleur. Dus die deeltjes die absorberen licht, in dit geval blauw licht, UV-licht. En dan emitteren die deeltjes een andere kleur licht. En dat is fluorescentie. Dan heb ik hier een buisje met precies dezelfde nanodeeltjes. De samenstelling van die nanodeeltjes is identiek aan de nanodeeltjes in dit potje. Het enige verschil is dat deze deeltjes iets kleiner zijn. Kijk eens, die zijn geel.
Nou, kunt u zich al voorstellen, als we dan ze nou nog kleiner maken, dan worden ze groen. Hier nog groener. Dan had ik ook een buisje met blauwe nanodeeltjes, maar die doen het helaas niet meer. Dus die zal ik niet laten zien. Deze zijn een beetje blauwig. Dus de hele blauwe heb ik in dit geval weggelaten. Nou, zult u zich afvragen, dat is leuk, kunt u voor een UV-lamp zetten, dan zien we allemaal mooie kleurtjes. En in het geval van een club als deze is dat misschien interessant. Maar waar kunnen wij die nou voor gebruiken? Nou, er zijn een aantal technologisch hoogwaardige toepassingen. Eén daarvan, en dit is een heel recente introductie van de quantum dot televisie. Daar zullen we nog veel over horen, dan moet u maar even googlen. Maar de kleuren van die televisie zijn veel gedefinieerder, zijn veel helderder, zijn veel mooier. Zijn minder flat. En dat de drie grote fabrikanten hebben afgelopen jaar allemaal een quantum dot televisie geïntroduceerd. En ik denk dat we over een aantal jaar allemaal een quantum dot televisie bezitten. Een andere toepassing van die quantum dot nanodeeltjes is het efficiënter maken van zonnecellen. Je kunt zich voorstellen dat zonnecellen bij een bepaalde golflengte, dus een bepaalde kleur licht, heel efficiënt zijn. En hier met die quantum dot nanodeeltjes kunnen we dus licht omzetten. Kunnen we licht, blauw licht in dit geval, omzetten naar rood licht, oranje licht, groen licht. En daarmee kunnen zonnecellen heel efficiënt maken. In de biologie, een beetje mijn vakgebied, kunnen we dit soort quantum dot nanodeeltjes inzetten om onder een fluorescentiemicroscoop, dat is een speciale microscoop waarbij we die kleuren zichtbaar kunnen maken, om bepaalde processen af te beelden. Nou vraag ik u even om naar uw buurman te kijken of buurvrouw. En nu ga ik uitleggen hoe groot een nanodeeltje is. En dat doe ik in de relatie tot een menselijk haar. Dan heeft het weinig zin om naar mij te kijken. Dus nanodeeltjes zijn bolletjes, moleculair materiaal. En er passen ongeveer 1000 van die bolletjes naast elkaar in die haar. Haren hebben ongeveer een dikte van 10 tot 100 micrometer. Nanodeeltjes hebben ongeveer een grootte van 10 tot 100 nanometer. Nou, om die absurditeit van die grootte van nanodeeltjes, om die beter tot u te laten doordringen, heb ik een animatie getekend op mijn whiteboard. Ik ben met de stift en mijn whiteboard in mijn kantoor aan de slag gegaan. En wat u hier ziet is, in eerste instantie lijkt of er een soort lukraak wat vormen worden getekend. Maar als u even oplet, dan ziet u aan de linkerkant onze planeet Aarde ontstaan met een diameter van 13.000 kilometer. In het midden ziet u een voetbal ontstaan met een diameter van 22 centimeter. En aan de rechterkant een nanodeeltje met een diameter van 3,8 nanometer. Dus de aarde is ongeveer 58 miljoen keer kleiner dan een voetbal. Een nanodeeltje is ongeveer 58 keer een miljoen kleiner dan een voetbal. Nou, dan werk ik op twee plekken, dus misschien ook wel leuk om daar iets over te zeggen. Eén is New York City, de andere is Amsterdam. Ik zit voornamelijk met mijn onderzoek in New York. Daar heb ik een groep opgebouwd de afgelopen 9 jaar. Die bestaat inmiddels uit ongeveer 15 personen. En daar ontwikkelen we die nanotechnologie. Waar gebruiken wij nanotechnologie voor? Voor biomedische toepassingen. En het gebruik van nanotechnologie in geneeskunde, dat wordt nanogeneeskunde genoemd. De reden dat ik ook in Amsterdam werk, is omdat wij proberen die technologieën die we in New York ontwikkelen, te translateren, beschikbaar te maken voor patiënten in Amsterdam. En in Amsterdam werken we met hele goede klinici die mij daarbij helpen. Nou, dan gaan we even... Wie is dit? Iemand? Dat is Lance Armstrong. Toen hij jong was, toen hij teelbalkanker had. Zijn overwinning op kanker heeft hij te danken aan dit molecuul. Het is een raar plat molecuul, cisplatina. Zijn overwinning op de fiets aan een cocktail van andere middelen, maar daar zullen we het even niet over hebben. Nou, dat cisplatina, dat is een heel interessant molecuul. Dat is chemo. Kanker is een ziekte, een verzamelnaam voor ziekte waarbij celdeling op hol is geslagen. En chemo is eigenlijk een verzamelnaam voor middelen die ervoor zorgt dat die celdeling geremd wordt. Dat heeft helaas een enorme hoeveelheid bijwerkingen. Ik moet het niet weer zeggen, maar een belangrijke bijwerking is haaruitval. Misselijkheid, beschadiging van de nieren, beschadiging van het hart, beschadiging van het gehoor. Chemo is echt troep. Dat wil je alleen inzetten natuurlijk om mensenleven te redden.
En mijn wetenschappelijke carrière is begonnen met dit molecuul. Mijn eerste opdracht was om dit molecuul in te pakken in nanodeeltjes. Ziet u hier. Dit zijn geen ronde bolletjes, lijken een beetje op wormpjes, een soort pilletjes. En die pilletjes bevatten duizenden van deze moleculen. Ze zijn netjes afgeschermd in het pakketje. Om die pilletjes heen ziet u zo'n randje. Dat zijn lipiden. Lipiden zijn natuurlijke materialen. We hebben een soort transportvehikeltje ontwikkeld om dit nare molecuul te transporteren en bijwerkingen mogelijk te verminderen. Een heel belangrijk aspect van nanotechnologie en kanker, en er zijn heel veel preklinische studies beschikbaar inmiddels, de afgelopen 30 jaar is er heel veel onderzoek naar gedaan, is dat die normaal gesproken chemo wordt geïnjecteerd intraveneus, in een ader. Normaal gesproken komt misschien 0,1% op de plaats van bestemming terecht. De rest komt in de rest van het lichaam terecht en zorgt dus voor enorm nare bijwerkingen. Als we dit soort moleculen inbouwen in nanodeeltjes, dan kunnen we het 5 tot 10% van wat we injecteren op de plaats van bestemming terecht. Komt op de plaats van bestemming terecht. En dat betekent dus dat dat 50 tot 100 keer effectiever is dan een vrije druk. Dus in conclusie. Nanodeeltjes zijn bolletjes moleculair materiaal. Ze zijn groter dan moleculen, moeten we niet vergeten. Met mogelijk bijzondere eigenschappen. Dus dat hebben we laten zien met die quantum dots. Dat zijn optisch actieve deeltjes met hele unieke eigenschappen. In de geneeskunde kunnen we nanodeeltjes inzetten om de bijwerkingen van medicijnen te verminderen. En in het volgende college ga ik u laten zien hoe we met behulp van ontwikkelingen in het lab en na het zien van een televisieserie Breaking Bad nieuwe technologieën hebben ontwikkeld en wat we daar uiteindelijk mee kunnen.